My Little Pony Friendship is Magic. Het is al een tijdje geen geheim meer dat ik een enorme fan ben van deze cartoonshow. Ik heb door de jaren heen op dit kanaal hier en daar een paar video's gemaakt waar ik duidelijk genoeg heb gemaakt hoe goed ik deze show vind. En ik ben niet enigszins van plan om te stoppen in de toekomst. Er zijn nogal een aantal video's die ik wil gaan maken over Friendship is Magic. Top 10 lijstjes, theorieën, character analysis en het project wat ik vandaag ga openen. Vandaag ga ik beginnen met het reviewen van elke episode van Friendship is Magic die is uitgekomen in één lange video. Te beginnen bij elke episode van seizoen 1. Voordat ik ga beginnen zal ik even een kleine disclaimer moeten geven. Deze video zal helemaal vol zitten met spoilers van deze episodes. Dus als je daar niet in geïnteresseerd bent, klik deze video dan nu weg. Daarbij zal ik niet al te veel aandacht geven aan de musical nummers in deze episodes. Dat is een ding wat ik wil gaan bewaren voor solo reviews over deze episodes, sinds ik nog het een en het ander over deze episode te zeggen zou hebben aan het eind van deze video. En om het af te sluiten, wat ik hier allemaal ga zeggen over deze episodes is puur gebaseerd op mijn persoonlijke mening. Als je het niet eens bent met mijn reviews, laat me dan zeker weten wat jij vindt van deze episodes in de comments onder deze video. Dat gezegd hebben, het is tijd om te beginnen! Wij bronies krijgen af en toe wel eens de vraag welke episodes wij aanraden aan mensen die nog helemaal nieuw zijn bij Friendship is Magic. De episode die de meeste bronies aanraden om bij te beginnen is Pinky Pride, episode 12 van seizoen 4, omdat die episode kennelijk het beste van MLP laat zien. Maar als mensen mij vragen welke episodes ze moeten zien, zeg ik gelijk als je echt goed wilt beginnen bij MLP, begin dan bij deze episode. In Friendship is Magic Part 1 maken we kennis met Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie en Rarity. En in plaats van dat alles heel snel gaat en ze direct in het hoofdplot springen, neemt deze episode de tijd om de main 6 aan ons te introduceren. Dit vind ik voor deze show heel belangrijk, omdat we op die manier een beetje een idee hebben met wie we te maken krijgen voor de rest van de show. Bijvoorbeeld, het eerste moment dat Rainbow Dash in beeld komt, maakt ze al direct bekend dat ze een enorme fan is van de Wonderbolts en dat ze daarbij wilt horen. En ze zit bij de weerpatrouille. Applejack woont op de boerderij en zorgt ervoor dat alle ponies in Ponyville te eten krijgen. Oh, en ze heeft een behoorlijk grote familie. Dus ja, als je nog niet bent begonnen met deze show, dan raad ik je aan om bij deze episode te beginnen. Friendship is Magic Part 1 krijgt van mij 4 sterren.